Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Marcus 3, vers 13 tot en met 19. En hij, dat is Jezus, klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken. En macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus en verder Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananites. En Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. We staan vandaag stil bij een gedeelte uit de Bijbel dat ons vertelt hoe Jezus 12 personen uitkiest om zijn directe volgelingen te zijn. Discipelen die de kern vormen van de latere Nieuwtestamentische gemeente. Uit het Lucas-evangelie blijkt dat de aanstelling van deze 12 personen plaatsvond op de morgen waarop Jezus de bergrede uitspreekt na een nacht van gebed. We lezen in vers 13 dat de heiland op de berg klom. Dat is de bekende berg waarop hij zich vaak terugtrok om te bidden en waarop hij ook de bergrede uitgesproken heeft. Dan vervolgt vers 13 dat hij vanaf die berg tot zich riep wie maar wilde. Daaruit blijkt zijn goddelijk welbehagen. Hij handelt met een eigen keuzevrijheid. En dan is het opmerkelijk dat hij 12 personen gaat roepen om het evangelie uit te dragen. Terwijl direct voorafgaand aan onze geschiedenis de boze geesten door hem het zwijgen was opgelegd. Als zij Jezus zagen immers, riepen zij, u bent de Zoon van God. Ze erkennen hem dus als de gezondene van de Vader en dragen zijn naam als het ware uit. Het is een gedwongen belijdenis, een verkondiging tegen hun wil. Maar ze kunnen niet anders dan de Zoon van God belijden. Jezus verbiedt hen verder van hem te spreken. We lezen in vers 12 van Marcus 3. En hij gebood hen streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Maar nu gaat hij aan de andere kant 12 mensen aanstellen om wel van hem te spreken. Om zijn naam uit te dragen. Om het evangelie van zijn koninkrijk wel te verkondigen. Zwakke, nietige, zondige mensen worden aangesteld om het evangelie van genade voor arme zondaren uit te dragen. Ja, zelfs om in de naam van de heiland zieken te genezen en demonen uit te drijven. We lezen in vers 14 van Marcus 3, hij stelde 12 aan om bij hem te zijn. Zij krijgen als leerlingen een bijzondere opdracht. Zij zullen hem volgen dag en nacht en verkondigen dat hij een koning is die volkomen koninkrijk zal oprichten en waarvan je deel uit gaat maken als je tot geloof in hem komt en hem gaat dienen. 12 mensen worden geroepen om heraut te zijn, de bazuin aan de mond te zetten en de boodschap uit te dragen dat bij hem heil, redding, verlossing en behoud is voor mensen die alles verzondigd hebben. En ze zijn bij de heiland geweest en ze hebben hem gevolgd. Ook al hebben ze niet altijd zijn woorden begrepen. Zeker niet als hij sprak van zijn vernedering en kruislijden, zijn weg van lijden en dood. Pas na zijn opstanding hebben ze begrepen dat hij die weg moest gaan om aan Gods recht te voldoen en in die weg verzoening te verwerven voor verloren mensen. En dat dat in het Oude Testament al beloofd was ten aanzien van de Messias. We lezen ook dat hij zegt dat ze macht zouden krijgen om ziekten te genezen en demonen uit te drijven. Die belofte heeft Jezus na zijn opstanding herhaald. Letterlijk lezen we in hoofdstuk 16, het laatste hoofdstuk van het Marcus-evangelie, dat hij zegt,
en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. En wanneer wij dan later de handelingen van de apostelen lezen, zien we dat bijvoorbeeld Petrus en Johannes dat hebben gedaan. Dat ze inderdaad zieken hebben genezen en dat ze inderdaad demonen hebben uitgedreven. Zo zijn ze voor velen tot zegen geweest. En nu volgen in onze tekstwoorden de namen van de personen die Jezus aanstelt als zijn directe discipelen. Allereerst wordt genoemd Simon, die de naam Petrus krijgt. En als wij in de Bijbel thuis zijn, dan weten we dat de naam Petrus steenrots betekent. In Matteüs 16 lezen we hoe Jezus in het bijzonder die naam benadrukt. Wanneer hij op een bepaald moment aan zijn discipelen vraagt: wie zegt u dat ik ben? Dan is het deze discipel die zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was een rijke belijdenis. Waarop de heiland antwoordt: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En de zaligmaker vervolgt: en ik zeg u ook dat u bent Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Petrus, die altijd de eerste was, in zijn woorden en in zijn handelen, hij wordt ook als eerste genoemd. Daarna volgen Jacobus en Johannes. Zij waren de zonen van Zebedeus. Zij worden genoemd Boanerges. Dat betekent zonen van de donder. Volgens sommige uitleggers is dat omdat als zij spreken, het is alsof er een stem uit de hemel weerklinkt. Zo helder, zo duidelijk. Anderen menen dat zij zo worden genoemd vanwege hun bijzondere ijver en doordringende kracht in de prediking. En we weten dat bijvoorbeeld Johannes inderdaad liefdevol en indringend gepreekt heeft. Hoe dit verder ook zij, meer wordt er van hen niet gezegd. Daarna volgen de andere discipelen en als laatste wordt Judas genoemd. Daarbij wordt veelbetekenend gezegd: die hem ook verraden heeft. Dat is een angstaanjagende gedachte. Dat we een geroepen leerling van Jezus kunnen zijn, hem 3 jaar lang volgen en tenslotte uiteindelijk ook hem verraden. Lag het aan Jezus? Nee, want zelfs in Gethsemane zei hij: vriend, waartoe bent u hier? En verraadt u de Zoon des mensen met een kus? Jezus' handen waren tot het laatste toe tot hem uitgestrekt. Zijn liefde ging tot hem uit, maar Judas heeft die liefde versmaad. Bent u al een echte volgeling van Jezus geworden? Weet u hoe we dat kunnen weten? Dan moeten we ons onderzoeken op de vraag of de Heer ons alles uit handen geslagen heeft en we hem alleen hebben overgehouden. Als dat zo is, mogen we er ook van overtuigd zijn dat hij voor ons verworven heeft verzoening, verlossing en eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wij danken u dat wij een ogenblik mochten luisteren naar uw woord. We hebben gehoord hoe uw Zoon, de Heer Jezus, tijdens zijn rondwandeling op aarde de discipelen riep om hem te volgen, hun kruis te dragen, zichzelf te verloochenen en de weg te gaan die hij hen voorstelde. En ze hebben het gedaan. Ook al moeten we er direct bij zeggen dat een van hen hen verraden heeft. Maar Heere, leer ons hem te volgen en te dienen en te beleiden zoals die 11 anderen het gedaan hebben.
en geef dat wij daartoe door uw Heilige Geest gedrongen en gedreven mogen worden. Want van nature willen we van hem niet weten en willen we hem zeker niet volgen. Maar als uw Heilige Geest ons voor hem inwint, dan gaan we hem beleiden, dienen en volgen. Wees met ons in onze privésituatie, sterk ons bij ziekte, wees ons nabij in eenzaamheid en als we met rouw vervuld zijn, o God, wilt u ons dan troosten en sterken. U hebt het gezegd, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, alleen uit genade om Jezus wil. Amen.